Het moet toch een beetje tegenvallen voor Talita Muse en haar team bij BNR Nieuwsradio. Ze hadden een hele snuifscène in het toilet opgenomen om Yvonne Koldewijer in de val te lokken, maar daar heeft de juicekoningin niet bepaald groots mee uitgepakt. Talita zelf pakt er nu wel groots mee uit. Ze wil media-aandacht, denkt Yvonne. Talita heeft een nepfilmpje opgenomen waarin ze net doet alsof ze cocaïne snuift op het damestoilet en dat anoniem naar Yvonne toegestuurd. Waarschijnlijk hoopte Talita op een enorme mediarel, maar die bleef uit. Yvonne dropte het slechts in haar besloten chatgroep met 3000 leden en dan ook nog eens met 3 slagen om de arm. De reden dat Yvonne overging tot publicatie, is omdat ze hoor en wederhoor pleegde bij Talita en zij heel erg vreemd reageerde. Ze besloot de juicekoningin na een paar berichtjes namelijk direct te blokkeren, natuurlijk in de hoop dat Yvonne nattigheid zou voelen en het filmpje zou publiceren. Dat gebeurde dan ook. Talita en BNR pakken nu groots uit met de ontmaskering van Yvonne en halen daar vrijwel alle media mee, zelfs de NOS bericht erover. Je kunt je echter afvragen waarom iedereen nou zo geschrokken is. De bronnen die Yvonne in haar stories spionnen noemt, worden in de roddelbladen al jaren opgevoerd als ingewijden. Volgens Yvonne is het duidelijk waarom zij als hoge roddelboom zo wordt aangepakt. Talita is gewoon uit op aandacht, zegt ze. De showbiz hyena noemt haar smalend de ontslagen presentatrice van Op1. Ze misleidde me met nepjuice en haalde daar zelfs de landelijke pers mee. Zo, dat was alweer even geleden, hè meid? Zat je carrière in een dipje? Yvonne vindt het helemaal niet zo raar dat zij een snuifvideo van een BN'er oppakt in haar berichtgeving. Als jij in een video stiekem bij de wastafel aan een sleutel snuift, acht ik het aannemelijk dat je daar coke gebruikt. Dat is toch logisch? Daarnaast heb ik hoor en wederhoor toegepast en ook nog vermeld dat de video fake kan zijn. Talita is volgens Yvonne uit op aandacht. Ik hoor dat Talit vandaag allemaal interviews heeft gepland op camera over mij, onder andere met RTL Boulevard. Meid, tranen van geluk, gebruik je mij nou voor media-aandacht? Waha, wat gênant. Veel bezoekers van nu.nl verbazen zich over de ophef. En reguliere roddelbladen zijn oké, zegt gewoon. Immers, alles wat daarin staat, is waar? Ik vind het allemaal niks, maar de ophef die opeens over juicekanalen ontstaat is zo'n onzin, de privé of de story stellen ook van alles met een vraagteken erachter. Pereneter vindt de ophef overdreven, zegt hij. Het ontgaat me een beetje wat ze nu willen aantonen. Dat Koldewijer zakenpost als ze waarde hebben voor haar kanaal? Stel je stuurt dit naar privé of weekend, dan wordt het ook gewoon geplaatst en rept niemand erover. Jan Dijkgraaf, columnist en Mailand-biograaf, noemt Talita een professioneel aandachttrekker. Hij vindt het vooral verbijsterend dat BNR zo groot uitpakt met dit nieuws. Het was vanochtend het Op1 na belangrijkste nieuwtje op de website van BNR. Na het live blog over de oorlog in Oekraïne. Dat nog wel, best treurig, schrijft hij. Storyjournalist Nick Dijkman is ook niet onder de indruk. Die prank van BNR vs Yvonne Koldewijer is toch totaal mislukt? Als je zoiets doet, kom dan met 3 of 4 voorbeelden verspreid over een aantal weken. Gemiste kans. En opiniesite Geen Stijl vindt de actie van Talita lachwekkend. Gefeliciteerd meid. Vanaf nu zijn alle BN'ers die zelf video's in scène zetten en die via een anoniem account op Instagram publiceren vogelvrij. Wat een misstand.